Wat ik het mooie vind van zulke bijeenkomsten, mensen praten heel veel, die weten heel veel. En voor mij is dit als bestuurder enorm waardevol, omdat ik liever met mensen een gesprek voer dan dat ik uit literatuur dingen ophaal. Ik hecht er heel erg aan om te horen wat jullie ervaringen zijn in de zorg. Zullen we het onderwerp stigma eens pakken? Een belangrijk voorbeeld is bijvoorbeeld het voorbeeld dat een werknemer waarbij je aan het solliciteren bent tegen jou zegt van ja, je bent toch een risico, dat kunnen we niet nemen. Dat is bijvoorbeeld een voorbeeld van hoe ik gestigmatiseerd word. Ik zou eens willen dat je nu ook eens een keer op een bepaalde manier vanuit trots en normaliteit kan spreken. Van, ik heb ooit een psychose gehad, daar ben ik van hersteld en ik ben weer terug in mijn baan. En ik heb het hartstikke leuk verder met mijn gezin en met mijn vrienden. Want die mensen zijn er. Wat het meeste indruk op mij maakt is de enorme obstakels en drempels waar mensen tegenaan lopen met geestelijke ziekte, geestelijke klachten. Gewoon de meest simpele dingen, van een psychose, hele mooie baan en je bent je baan kwijt, terwijl je hersens wel heb gehouden en na een poosje hetzelfde werk weer zou kunnen doen. Ik loop denk wel het meeste tegenaan dat mensen zo gauw ik vertel dat ik autisme heb, ben ik denk een stukje minder. En dat is toch raar. Denk ik ben gewoon Gijs en ik heb allerlei talenten en dingen die soms wat minder gaan of anders gaan. Maar daar hoeven mensen mij niet op te beoordelen. We zijn geen enge, zieke, onvoorspelbare, gevaarlijke mensen. We zijn mensen met de wens voor een baan en op een leven, een huisje, boompje, beestje, net als ieder ander. Ja, dat doet je gewoon pijn. Dat je ziet dat mensen enorm veel kunnen en gewoon worden afgeserveerd. En dat is nog echt cultuur in Nederland, dus we hebben nog heel wat te overwinnen.